Dus toen dacht ik, nou, dat is op zich wel een nice snack. Natuurlijk zijn het allemaal toevoegingen die je in feite niet nodig hebt. Maar ik vind het gewoon altijd leuk om uit te proberen. Want ja, jullie kennen mij. Hashtag nieuwe ontdekkingen. Toen dacht ik echt, wow, dit moet ik gewoon meenemen. Dus ik ben heel erg benieuwd of dit lekker is. En anders ga ik dit zeker vaker halen. Want voor de voedingswaarde en voor de prijs hoef je het al echt gewoon niet te laten. Per cracker 113 calorieën, 8,8 gram protein. Yes! Hier zit een Mr. Kitchen's pizza nog in. Die is aangebroken met protein tortilla's. Hoi en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Fit Addict video. Ik kreeg gisteren in één keer inspiratie om een keer naar een andere winkel te gaan. Want ik ga altijd naar de Albert Heijn en de Jumbo. En ik keek gisteren een soort shoplog van iemand anders. En een What I Eat in a Day. En in één keer had ze het over de Aldi. Toen dacht ik, de Aldi, dat hebben we hier ook gewoon. En dat zijn niet echt de winkels, zeg maar, die bij mij opkomen om daar te gaan boodschappen doen. Omdat ik vaak heel veel aanmerken nodig heb. Waardoor ik dus eerder geneigd ben om naar Jumbo te gaan of naar Albert Heijn. Omdat ik altijd naar allemaal verschillende winkels moet. En dat is gewoon niet handig. Maar toen dacht ik, oké, fuck this shit. Ik ga gewoon een keer kijken bij de Aldi. Kijken wat ze daar hebben. Misschien kan ik nog leuke nieuwe ontdekkingen doen. Zodat jullie ook wat meer budget-wise, zeg maar, gewoon kunnen shoppen. En dat ik jullie daar ook wat inspiratie voor geef. Daarbij ben ik ook naar Albert Heijn gegaan. En ik heb gisteren boodschap gedaan bij de Jumbo. Want ja, ik had gewoon allemaal verschillende dingen nodig. Dus ja. Het is dus een hele mix van alles en nog wat. Dus ik ga er lekker snel doorheen. Ik ga niet te veel proberen te praten bij bepaalde producten. Maar je gewoon zoveel mogelijk laten zien. Ik heb dus ook nog heel veel boodschappen van Albert Heijn, of van Jumbo van gisteren in de koelkast. Dus ik trek straks gewoon even mijn koelkast open. En dan praat ik gewoon even snel doorheen wat ik allemaal gisteren heb gehaald. Dus als eerst doen we even de Aldi. Aldi. Bij de Aldi heb ik gekocht deze soja boontjes, curry en kokos. Nou, dit zijn dus sojaboontjes met rijke vezels en een bron van eiwitten. Een portie van 30 gram bevat 131 calorieën. En dit is dus ook vegetarisch. En ik keek dus naar de voedingswaarde en dacht ik, wow, dit is best wel een goede snack voor tussendoor. Als je dus gewoon een portie van 30 gram neemt, heb je 131 calorieën, 10 gram carbs, 5,6 gram vet en 8 gram protein en bijna 4 gram vezels. Dus toen dacht ik, nou, dit is op zich wel een nice snack. Ja. Ik weet niet, ja, ik ben er best wel benieuwd naar. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat smaken. Dit vind je bij de nootjes en zo. Dan heb ik deze extra pure chocola. Biologisch, 85%. Dan heb ik uit de diepvries deze pulled chicken. Met redelijk goede voedingswaarde. Per 100 gram 147 calorieën, 22 gram protein, 11 gram carbs en 1,8 gram vet. Ik moet heel eerlijk zeggen, deze heb ik eigenlijk gewoon een beetje gehaald van mijn vriend. Want mijn vriend die is altijd heel gek op dit soort dingen. En dat weet ik. En ja, eigenlijk alleen als... hoe noem je het? Wat wou ik nou zeggen? Wow, ik weet gewoon niet meer wat ik wil zeggen. Oh ja, mijn vriend vindt het alleen dit soort dingen lekker als het ook echt goede voedingswaarde heeft. Want hij let daar natuurlijk ook gewoon op. Dus ja, dit vond ik echt redelijk goed. Dus ik ben heel benieuwd wat hij hiervan gaat vinden. Dan heb ik koolhydraatarm brood gevonden. Dit brood ziet er echt wel lekker uit. Er zitten echt van die pitjes bovenop ook. Pitjes. Het was 1,39 euro zoals je kan zien. Dus redelijk goedkoop voor een koolhydraatarm brood. En de voedingswaarden zijn per broodje 72 calorieën, 5,3 gram eiwit, 5,6 gram vezels en 5,7 gram carbs. En dat is echt heel erg goed, maar 72 calorieën ook. Dus hier kan je gewoon een heerlijke tosti mee maken. Dan heb je gewoon lekker low carb en dan ja, heb je gewoon een high protein tosti zonder ja, de overige carbs die je dan niet hebt. Want dat heb ik nu al 4 keer gezegd. Ik ben niet helemaal bij met mijn hoofd, ik weet niet waarom. Ik denk omdat ik echt wel even goed moet ontbijten. En ik ben vanochtend al heel druk geweest, dus focus. Dan heb ik deze vegetarische wokreepjes. Die zagen er best wel lekker uit. En toen dacht ik, nou, dat wil ik wel eens proberen. De voedingswaren waren ook echt niet mis. Per 100 gram 177 calorieën, 23 gram protein, 3 gram carbs en vezels ook. 5,1 gram vezels. Toen dacht ik echt, wow, die moet ik gewoon meenemen. Dus ik ben heel erg benieuwd of dit lekker is. En anders ga ik dit zeker vaker halen, want voor de voedingswaarde en voor de prijs hoef je het al echt gewoon niet te laten. Dan heb ik wauw, Luella, leer praten alsjeblieft. Rustig aan. Ademhalen. Neem de tijd.
Dan heb ik bij dit beauty gebeuren, zeg maar, waar alle producten zo staan daarvoor, heb ik deze micellaire doekjes, reinigingsdoekjes. Die waren echt maar 80 cent of zo. En ik gebruik altijd reinigingsdoekjes, want ik ben hashtag lazy. Dus ik doe altijd zo het doekje zo over mijn kop en dan is alles weer eraf en doe ik een beetje zeep zo onder de douche en dan. Dat is mijn manier van mijn gezicht reinigen. Dus ja, ik ben heel benieuwd of dit goed gaat werken. Want normaal gesproken heb ik doekjes van de Primark. Maar toen dacht ik, ja, prima. Dan heb ik biologische kokosolie. Mijn coconut oil was op. Dus toen dacht ik, nou ja, laat ik het hier maar kopen. Het was 3 euro of zo voor zo'n hele pot. Dat vind ik ook echt redelijk goedkoop. En dit gebruik ik dus gewoon door bananenbrood. Om mee te bakken. Dat soort shit. Dan heb ik 2 hele leuke dingen. Het was echt maar 2 euro per stuk. Nou, ik kreeg natuurlijk ook niet zo heel veel. Maar voor in shakes en smoothies. Maca poeder en spirulina. Spirulina, nou, daar heb ik echt gewoon heel veel over gehoord. Dit kun je dus door smoothies doen of door yoghurt of wat je maar wil. En ik zou dit dus gewoon door shakes doen. En hier heb je maca powder. En maca powder, dat helpt bij het uitbalanceren van je hormonen. Dus daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar of dit iets voor me gaat doen. Natuurlijk zijn het allemaal toevoegingen die je in feite niet nodig hebt. Maar ik vind dit gewoon altijd leuk om uit te proberen. Want ja, jullie kennen mij. Hashtag nieuwe ontdekkingen. Oké, dat was alles van de Aldi. Ik had eigenlijk gehoopt op meer Aldi dingen. Want ja, als je kijkt naar die... Moet je eens opzoeken. Een Aldi shoplog uit Amerika of uit de UK. Zie je zoveel producten dat je echt denkt, dat wil ik gewoon. Het hebben ze hier allemaal niet. Echt gewoon retarded. Maar goed, we moeten het er maar mee doen. Ik ga even een paar dingen in de koelkast leggen. En dan komen we zo meteen terug voor Albert Heijn shoplog deel 2. Oké, welkom terug. Ik ben bij de Albert Heijn geweest ook. En daar heb ik een paar ook lekkere, ongezonde dingen gehaald. Want vandaag is het zaterdag. Dan mag ik van mezelf altijd net eventjes wat meer. Heb ik even een klein balansdagje. En dan zondag pak ik de draad gewoon weer op. Dat is mijn manier van balans. Omdat ik gewoon weet dat als ik door de week ook ga snacken. En hier en daar wat lekkers neem, zeg maar. Dat kan wel. Maar dan moet ik mezelf heel erg bedwingen om het niet door te laten gaan. Zeg maar in een... Ja, ik wil niet zeggen vreesverstijn. Ik kan mezelf wel goed bedwingen. Maar dat ik meer van dat ga eten. Of dat ik te vrij word in voeding. Dat is het betere woord. Maar ik heb hier lekkere lemon cheesecake gehaald. Want dit is eigenlijk om mijn diploma te vieren. Want ik ben afgestudeerd bij mijn gewichtsconsulentenopleiding van de NAA. Met een 9,2. En ik heb net gisteren mijn getuigschrift, mijn diploma binnengekregen. Dus toen dacht ik, dat moet ik vieren met een lekker stukje taart. Dan heb ik voor vanavond deze pizza gehaald. Normaal gesproken bestel ik pizza bij New York Pizza. Maar ik vind het gewoon echt fucking duur. Zacht uitgedrukt. Dus deze, ja, vind ik net zo lekker. Het is gewoon een lekkere verse pizza. Soms doe ik er nog wat extra kaas bij op. En ja, dit kost 4 euro of zo. Nu in de bonus. Dus dat is super chill. En dat scheelt bijna 10 euro. Wat ook heel fijn is. Dus pizza voor vanavond. En ik kies er dan wel voor, zeg maar, om toch te investeren in een iets duurdere pizza. En niet gewoon zo'n standaard diepvriespizza. Omdat ik echt denk, ja, weet je, als ik dan ga genieten, doe ik het ook goed. Dat is echt altijd mijn motto. Dan heb ik van Tasty Basics deze crackers met pompoenpitjes erop. En dit bevat gewoon echt hele goede voedingswaarde. En sinds kort is Tasty Basics gewoon echt uitgebreid in het voedingsschap. In ieder geval bij de Albert Heijn. Wat heel erg chill is. Want eerst stond het alleen maar bij de speciale voeding. Toen kocht ik het ook al. Per cracker 113 calorieën. 8,8 gram protein. Yes! 2,5 gram vezels. En 3,4 gram carbs. En 6,5 gram vet. Heel erg fijn. Heel erg blij met deze producten. En ze waren nu in de bonus dus nog goedkoper dan de gewone Albert Heijn crackers. De gewone Albert Heijn crackers. De proteïne crackers. Die kosten 2,50. En deze waren nu 2,09 euro. Dus ook weer een dikke... Dikke win. Dan van hetzelfde merk heb ik deze muesli gekocht. Holy shit. Ik kijk naar de voedingswaarde. Ik denk, waarom eet ik nog krusli of weet ik veel wat. Dat is gewoon echt per portie 30 gram. 143 calorieën. 8 gram protein. 5,7 gram carbs. 6,6 gram vezels. 8,1 gram vet. Ik koop geen andere muesli meer. Als dit lekker is, dan koop ik echt serieus geen andere muesli meer. Dit is gewoon lekker door de kwark. Weet je, ik doe altijd muesli en krusli gewoon door de kwark. Omdat ik het gewoon... Ik hou gewoon van de crunch. Weet je wel? De crunch is voor mij gewoon het ding. Waardoor ik het in de kwark... Gewoon de kwark zo... Vind ik zo saai. Dus daarom neem ik altijd dit. Maar hele goede voedingswaarde. Heel erg benieuwd naar. Dan heb ik een zakje mozzarella light gehaald. Dat is ook echt kaas wat normaal gesproken altijd op mijn koelkast ligt.
Als je het hele kaasje opeet, heb je grofweg 165 calorieën, 20 gram protein, 1,5 gram carb en 8,5 gram vet. Mozzarella vind ik sowieso een van de betere kazen, zeg maar, om te eten. Ook als je let op afvallen en dat soort dingen. En het is gewoon heel erg lekker, ook op pizza's en gewoon op, weet ik veel, stokbroodje of zo. Noem maar op, door salade. Eindeloze variatie. En dit hebben jullie al vaker gezien. Dit haal ik bijna altijd bij Albert Heijn. Kruidenkaas light. Dit net een soort paturin light. Maar dan met minder calorieën. En nee, hetzelfde. Het is net een beetje als light paturin. Maar dan ook gewoon van Albert Heijn, zeg maar, eigen merk. Dus dat. Dan ben ik natuurlijk gisteren ook nog bij de Jumbo geweest. Daar heb ik ook een aantal dingen gehaald. En wat hier nu toevallig ligt, zijn mijn grilltjes in de schil. Van de Jumbo, ik wil voor meal prep komende week wil ik krieltjes gaan maken. Ja, daar heb ik echt wel tijden zin in. Ik wil gewoon een soort, noem je dat? Een soort eenpansgerecht maken. En dan met krieltjes erdoor, zeg maar. En vegetarische worst en dat soort dingen. Daar heb ik super veel zin in. Dus dat komt in de volgende meal prep video. Dus daarvoor had ik deze krieltjes nodig in de schil. Want normaal gesproken zou ik echt gewoon die kant-en-klare krieltjes zeg maar kopen. Die alleen hoef op te bakken in de pan. Die waar gewoon geen vel en zo omheen zit. Maar ik weet niet, dit voelt voor mij toch als een betere, neutralere keuze. Want ja, het enige ingrediënt wat hierin zit is natuurlijk gewoon krieltjes. En bij die andere heb je vaak wel toevoegingen. Dus vandaar dat ik die heb gekozen. Dan gaan we nu eventjes mijn koelkast in om te kijken wat ik gisteren allemaal verder nog bij de Jumbo heb gekocht. Oké, als ik mijn onderste la open, dan zie je hier mijn hele kwark voorraad. Ik heb hier coconut van Melkunie, vanille en nog een coconut. En dan heb ik hier mijn standaard vanillekwark die ik altijd neem van Campina. Hier zit een Mr. Kitchen's pizza nog in. Die is aangebroken. Mijn protein tortilla's en mijn pizza bodemdezen van Mr. Kitchen's. Dan heb ik hier mozzarella, zoals ik net ook al zei. Een van mijn go-to kazen en gewoon jong geraspt. Dan heb ik hier slakropje. Hier heb ik echt een bakje met leftover dingen zoals wat sla, wat rijst, brie, geitenkaas. En dan heb ik hier eetrijpe avocado's, mijn guacamole van Native. Hier heb ik nog wat kruidenkaas over, mijn frietslijm mayo. Ik heb hier cherry tomaatjes, heb ik altijd voor de Mr. Kitchen's pizza's. Uitgebakken bacon. Oh, ik sla hem alweer hier. Ga maar. Dit is leftover avocado. Paprika's heb ik daar. Pasta saus, dat is ook voor de Mr. Kitchen's pizza's. Nou, heb ik dus net dit al laten zien. Dat zijn die wokreepjes. Leftover kwark, want ik schep altijd een beetje eruit. En dat doe ik dan in een schaaltje. Dit is van mijn vriend, die eet dit soort dingen. Ik niet. Dan heb ik hier een ontdooid freshes sapje die ik nog wil drinken. Twee van die shots die ik altijd neem. Barista. En ik heb hier al met melk en daarachter staat chocolademelk. Doe ik even de koelkast dicht, anders is die zo lang open. Dicht. Hierboven staan eigenlijk alleen maar kliekjes en sauzen. En hier heb ik coconut water. En dus mijn vriend zijn drinken, mijn vriend zijn sausjes. En dat is het eigenlijk. En dat is eigenlijk alles wat ik jullie voor vandaag wil laten zien. Het is een soort shoplog en een soort koelkasttour. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb echt mijn best gedaan om bij de Aldi wat dingen te halen waarvan ik zeg van, nou, dat heb ik nog nooit eerder gehad of nog niet eerder gezien. Maar ze hadden gewoon niet echt alles wat ik verwacht had dat ze zouden hebben. Dat is best wel jammer. Maar ja, ik hoop in ieder geval dat je nieuwe inspiratie op hebt kunnen doen door deze video. Shoplog van 3 verschillende winkels. Als je nog ideeën hebt voor shoplog of als je iets wil wat ik graag, waar ik heen moet gaan of waar ik een keer boodschappen moet gaan doen, dan laat het me vooral weten in de comments. Ik vind het altijd leuk om nieuwe dingen te ontdekken. Ik kan misschien ook een keer gewoon naar Lidl gaan en daarvoor rondlopen. Maar ja, Lidl kom ik wel redelijk vaak. Af en toe wel. Dus ik weet wel ongeveer wat ze bij Lidl hebben. Maar Aldi was echt zo'n winkel waar ik eigenlijk nooit kom. Dus ja, ik hoop dat je het leuk vond. Als je het vond, geef je duimpje omhoog. Vergeet niet te subscriben op mijn channel. En dan zie ik je graag weer terug in een nieuwe Fit Edit video. Heel erg bedankt voor het kijken. Doei doei!